Het is alweer even geleden, maar dit soort dingen kost tijd om het aan te vragen. Jullie hebben het eerder meegemaakt, hoorde ik net van je. Want jouw broer heeft ook een keer iemand uit het water gehaald. Dat heb jij nu ook gedaan. Zo'n heel kleintje die met wagen en al het water in ging. En dat is op een film gekomen, een vaste camera. En daardoor weten we allemaal wat er gebeurd is. En je zegt net zelf van, als ik het zelf had moeten navertellen, was het een heel ander verhaal geworden. Maar wij hebben nou het op beeld vastgelegd, dus we weten precies hoe het gegaan is. En hoe jij vanaf de dijk komend in één streep het water in ging, omdat je zag dat wagen met kind erin de plomp in ging. Dankzij je lengte kon je het ook net met je tenen, zei je net, boven water houden zelf. En heel snel gehandeld, fantastisch. Ik bedoel, we zeiden net van, zou iedereen het doen? Ik denk dat veel mensen er wel over nadenken om het te doen, maar misschien niet iedereen zo in één streep. In elk geval is het daardoor allemaal goed afgelopen. En omdat wij ook met z'n allen vinden dat jij het verdiend hebt, maar ook omdat dingen die goed aflopen, dat je daar met z'n allen ook aandacht aan moet besteden, hebben we toch gemeend, ondanks het feit dat jij er helemaal geen prijs op stelt op dit, maar om het toch zo te moeten doen. En ik vind het fantastisch dat de ouders en de grootouders en jouw eigen gezin, dat erbij is. Want het gebeurt je niet elke dag, mag ik aannemen. Ik hoop het tenminste niet dat er zo vaak narigheid is. Maar dit is de penning. We hadden het net over een zilveren penning. Jij hebt hierbij een zilveren penning. Kijk eens aan. Daar hoort een oorkonde bij. En die zal ik even voorlezen. Want het instituut wat dit beschikbaar stelt is de Koninklijke Maatschappij tot Redden van Drenkelingen. En die bestaat al heel erg lang. Nederland is natuurlijk een uitgebreid waterland. 1767. En dit is een getuigschrift. Oh, het is geen zilver. Dit is een bronzen medaille. Gelijkstaande daaraan. En uitgereikt aan Niels Tuyp. Ter beloning van de op 14 januari 2022 getoonde bijzondere verdiensten bij de redding van iemand die in levensgevaar verkeerde. Nou, en het is op 14 februari is dit uitgereikt. Nou, op Valentijnsdag. Hoe mooi is dat? Toen is hij getekend. Dus deze hoort bij, die nou, prachtige penning. En je hebt hem zeer verdiend. En ik denk dat we er met z'n allen super blij om zijn dat daar een vreselijk gezond jongetje zit van een jaar en 4 maanden. Waarbij, die heeft strakjes nog een keer een heel stoer verhaal te vertellen als hij weet wat er allemaal gebeurd is. Hè? Nou ja, ik ben helemaal, ik ben sprakeloos. Had allemaal niet gehoeven. Als we zo sprekend doe je dit. Ja. En, hij gaat aan de muur, naast die van mijn broer. Bij je moeder. Bij mijn moeder, ja. Ja. Nou, dat ze er maar trots op is. En ik wil je deze ook nog bij aanbieden. Heel fijn, dankjewel. En ja, blauw van het water. Dat zal een beetje een toepasselijke kleur zijn. Nice. Maar je hebt hem zeer verdiend. En we zijn hartstikke blij dat het zo goed is afgelopen allemaal. Dus, leuk jongens. Helemaal goed. Hey, dan ben ik vandaag. Niels Tuyp. We staan op een bekende plek van jou, maar toen was het wat kouder, 14 januari van dit jaar. Reed of fietst of liep jij hier langs en toen dacht je, hé, er raakt iets te water, ik spring er maar achteraan. Nou, ik was aan mijn corona rondje bezig. Ik werkte thuis en ik loop hier altijd de trap op, richting de molen, om daar even een cappuccino te halen en dan weer verder te gaan. En die dag liep ik hierboven, daar, om precies te zijn. En toen zag ik dat een kinderwagen eigenlijk aan de wandel ging. En toen nog niet doorhebben dat daar iemand in zat. Maar goed, zelf ook achter zo'n wagen gelopen. Dus ja, er ging eigenlijk geen gedachte aan vooraf of bedacht plan. Dus ik ben er achteraan gerend. En dat was maar goed ook. Ja. Want er zat iemand in. En dat is goed met dit jongetje nu. Maar dat gebeurde hier. En ik heb de film gezien daarna, de filmpjes. En je beseft het niet en je maakt voor jezelf ook een soort van verhaal dat wel of niet een soort van klopt. Best lastig om dan te denken, wat heb ik nou gedacht? En dat filmpje dacht, kijk, dus dat ging dus zo. Ja. En ja, voor je het weet was het al wel, was het kind aan de kade. Hebben we bij Frans even warme dekens gegeven. Eind goed, al goed. En ik heb hem net gezien, een gezonde jongen. Ja, je hebt net een medaille gehad van de Maatschappij tot de Redding van Drenkelingen. En die baby gloeit tegen je op, man. Ja, die heeft er niks van gemerkt. Nee. Heel mooi. Maar dus je beseft het eigenlijk niet eens. En hoe diep is het daar nou? Heb je dat nog gemerkt? Ik kon, op één teen kon ik wat vastigheid. En dat was net genoeg om... want je hebt natuurlijk je winterkleding aan. Je bent zo hard. Als het moet, dan kun je ook water trappelen natuurlijk. Situatie met een kar boven je hoofd. Nou ja, goed, dat is wel zwaar natuurlijk. En had je zelf geen last van de kou? Meteen of later pas? Helemaal niet. Ik ben daarna nog even die kant op bezig lopen. Doordrenkt.
Maar ja, je staat helemaal aan van de adrenaline. Adrenaline, ja. En toen ik thuis kwam, ben ik wel even gaan douchen. En dan krijg je wel wat rillingen. Maar ja. op het moment zelf, nee. Daar merk je helemaal niks van. En heb je nog goed contact met de ouders ook? Jawel, zeker. En de opa en oma? Opa en oma wonen in de buurt. En de ouders heb ik al een paar keer ontmoet. Wederzijdse kennissen. Ja, dat is prima. Gelijk al bedankjes over en weer. En ik zie ze vaak rondlopen. Dus je hoopt dus nog veel langer te leven. Dat je dat jongetje over een jaartje of 20, 30 tegenkomt van... Hey, was jij dat? Ja. Ja, dan zal tegen je dat denken. Wat een oude lul. Maar, ja, maar dat vergeet je niet. Ja, nou goed. Hey, mooi. Niels, gefeliciteerd met je medaille, met de redding. Fantastisch mooi. Maar ik begrijp, zit het in jullie genen? Want je broer heeft ook zoiets uitgehaald. Ja, dat is lang geleden. Mijn broer heeft ooit iemand een drenkeling uit het water gehaald. En dat was toen heel wat. En maar ik kan niet achterblijven. Nee, maar blijf in de familie. Hey, gefeliciteerd. Hartstikke mooi. En ik hoop niet dat het er veel voor komt, maar dan ben je dat weer, hè? Ja, nou ja. Dank jullie wel. Succes. Thanks. Oh, yeah.